Heren, een feestje. 10 jaar geleden stonden jullie hier eigenlijk voor het eerst. Ja, dat is 10 jaar geleden. 8 jaar geleden is concertatie eigenlijk begonnen. Hoe voelt dat nu? Ja, we zijn toch wel stiekem groter geworden in alle opzichten. En kijk, 10 jaar geleden begonnen we hier op verzoek van de Stichting Renesse destijds met een gratis concert. En er kwamen toen iets van 45.000 mensen op af. En toen dachten we al van, dat is eigenlijk dat is een leuke plek dit. En we waren toen druk bezig met Umoja, onze wereldtourneeplaat. En we hadden toen een aantal jaren geen tijd om hier echt iets van te maken. Maar in 2006 zijn we toen echt de eerste editie neer gaan zetten hier. En nou ja, inmiddels zijn we aan nummer 8 toe. En ja, het is echt toch wel fantastisch hoe we dat van de grond gekregen hebben met de hulp van de juiste mensen, want zo werkt dat natuurlijk ook. Maar ja, nou, dat voelt wel heel goed. Ieder jaar loop ik hier toch weer wel met trots rond. En dat geldt voor ons allemaal. Pascal, het is natuurlijk teamwork hier zo. Ja, nou ja, absoluut. Dit zijn allemaal mensen die heel goed zijn in hun eigen dingen. En die werken allemaal heel goed samen. En want wij zitten natuurlijk gewoon... kijk, organisatorisch moeten wij de dingen uit handen geven aan mensen die gewoon dat goed kunnen. En dat werkt, dat schakelt allemaal en dat werkt allemaal heel goed samen. En ja, daar zijn we ook gewoon heel trots op. Ja, muziek is natuurlijk de hoofdmoot hier zo op concertatie, maar het is ook een stukje beleving, Bas. Ja, nou, daar zijn we de afgelopen jaren steeds meer de nadruk op gaan leggen. Kijk, de line-up is nog steeds het grote anker waar iedereen op af gaat komen. En die moet goed zijn, want anders dan verkoop je gewoon niet genoeg kaarten. Maar we willen wel ook steeds meer de mensen het idee geven dat als ze naar concertatie komen, dat onafhankelijk van de line-up ze gewoon een hele toffe tijd hebben. Een heel tof weekend. En daar doen we alles aan door middel van allerlei ieder jaar weer nieuwe activiteiten. We hebben nu een stuk strand hebben we erbij genomen om daar weer allerlei toffe dingen te doen. Schatgraven, volleyballen. Nou ja, weet je, alles wat je maar kan bedenken wat we met deze plek kunnen doen, dat proberen we ook aan te pakken. Norman, realiseer je ook wat er hier allemaal bij komt kijken qua menselijke werkzaamheden, maar ook wat er aan apparatuur allemaal staat. En aan leidingen opbouwen van stijgers en dergelijke? We weten niet de exacte cijfers, en soms is dat maar goed ook, denk ik. Maar we zijn ons ernstig bewust van het feit dat we heel erg dankbaar zijn en heel erg blij zijn met de expertise, met zoveel mensen die een ziel en zaligheid bijna geven, zeg maar, om dit even zomaar op te bouwen. Want het wordt in feite in een week tijd, of nog geen week tijd, wordt dit helemaal opgebouwd. En daar hebben we zo ongelooflijk veel respect. En dat vinden we zo geweldig. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Hoe belangrijk is concertatie voor jullie als band? Concertatie is heel erg belangrijk voor ons als band. Kijk, het is eigenlijk het grote concert wat Bluff doet in Zeeland. Want wij spelen over het algemeen door het jaar heen doen we geen hele grote concerten in Zeeland. Vaak omdat daar ook gewoon de plek voor ontbreekt. En ja, concertatie is ons grote ding. En dat is in de afgelopen 8 jaar uitgebouwd tot een heel groot, inmiddels internationaal bekend festival. En dat vinden we super tof. En wij zullen vooalsnog gewoon hier blijven spelen. Pascal, dan kan concertatie niet zonder Bluff, want het is het feestje van Bluff. Kan Bluff zonder concertatie? Nou kijk, we hadden een aantal jaren geleden na zeg maar de eerste succesvolle festivaleditie natuurlijk kunnen besluiten om dat jaar daarna meteen niet af te sluiten op de zaterdag. Want toen was het nog maar een eendags festival. Maar meteen een andere headliner te nemen, zodat we onszelf konden losmaken van dat festival. Dat hebben we tot nu toe eigenlijk nooit gedaan. En misschien dat we dat naar de toekomst ooit wel doen hoor. Maar het is wel het belangrijkste optreden van ons hier in Nederland. Dat is tenslotte ons enige podium in Nederland. En je kunt het niet los van ons zien. Het festival kan niet los van ons worden gezien. En andersom ook niet, denk ik. Dus ik denk als mensen heel erg teleurgesteld van zo'n dagfestival of zo'n weekendfestival naar huis gaan, dan straalt het af op de band. Dan zijn wij namelijk niet die leuke band meer. Of zo, weet je wel. Dus het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.